Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Stijn Koenen, 41 jaar, gelukkig getrouwd en vader van 3 toffe kinderen. Ik woon in Lier, zit daar in de gemeenteraad. En ik geniet van mijn fietstochtje met mijn kinderen, 's morgens door de straten van Lier. Daar haal ik veel energie uit. Ik ben paardenliefhebber in hart en nieren. Dus niks toffer als een crossparcours of een springparcours afleggen met mijn paard. En professioneel ben ik actief bij Thomas Moor, waar ik met jonge mensen werk rond ondernemerschap. Want zij bouwen mee aan de samenleving van morgen. En daar wil ik ook mee aan werken. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk 2 jaar geleden in de politiek gegaan vanuit een lokaal engagement. In Lier denk ik dat het nodig was dat er mensen met een positieve ingesteldheid en met een beetje zicht op de toekomst mee aan die maatschappij wilden bouwen. En in dat verhaal voel je wel dat engagement belangrijk is om ook op een Vlaams niveau, een Belgisch en een internationaal niveau iets te betekenen. En dat ik daar mijn steentje toe wil bijdragen, dat is heel duidelijk. We zitten in de partij met een heel toffe dynamiek waar dat ik mij heel goed in voel. En in die zin is het minste dat ik kan doen, die lijst mee steunen en mee voor te zorgen dat onze lijsttrekkers een goede score halen natuurlijk. Ja. Okay. Ik wil daar nog aan toevoegen. Ik ben zeker ook van kind af aan heel geëngageerd geweest. Niet politiek, maar wel maatschappelijk bewogen. Dat gaat ook jeugdbewegingen, klassiek, sportverenigingen. En ja, op een bepaald moment vertaalt zich daar. Zeg van, nu heb ik wel wat ervaring opgedaan, ik heb een beetje zicht op de zaak en ik wil ook vertalen in een politiek engagement. Ja, en waarom net dan CD&V? Ja, dat gaat één over een mensbeeld en een maatschappijbeeld, waar dat ik me wel thuis bij voel, waar dat je uitgaat van het positieve, de kracht van mensen. Waar dat er ook een enorme waardering is voor een middenveld. En dat vind ik wel fijn, omdat ik wel voel dat eigenlijk dat middenveld nog veel sterker bouwt aan die samenleving dan een politieker ooit kan doen. En dat meenemen in dat verhaal, ja, ik voel nu, en met in de partij te zitten nog veel overtuigder, dat ik echt een centrumfiguur ben. En ik geloof dat daar het verschil gemaakt wordt naar de toekomst en niet op de uiteinden van Assen. Welke quote heeft u gekozen? Ja, ik heb het ook op mijn kaart zitten. Ik ben zelf een positivo met de 2 voeten op de grond. En ik denk dat eigenlijk het verschil gaat maken morgen. Ik denk, bang hebben van wat er komt, heeft geen zin. Maar we moeten realist zijn en we moeten wel geloven dat wij samen aan iets kunnen bouwen. En dat is voor mij eigenlijk... Dat is eigenlijk ook de essentie waarom ik geloof dat mensen zoals ik aan politiek moeten doen. Omdat dat is bouwen aan morgen en niet afrekenen wat er gisteren gebeurt. Eigenlijk. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik kreeg de vraag op voorhand. Ik heb er goed over nagedacht. Ik ben niet zo idool aangelegd. In de sport een beetje, maar politiek niet. En natuurlijk internationaal komen voor mij Nelson Mandela. En eigenlijk recenter hield ik wel heel hard van het verbindende van Barack Obama. En als ik dan gewoon wat dichterbij keek, en ook dankzij een aantal ontmoetingen recent, ben ik heel sterk onder de indruk van partijgenoten als Koen Geens en dan Marianne Thijssen en ook Steven van Akkeren, die eigenlijk voor mij de combinatie doen van oplossingen zoeken, toch wel heel slim zijn en ja, ook naar overmorgen kunnen kijken en niet alleen naar morgen. En wat mij betreft dat ook uitgelegd krijgen zonder altijd te moeten zeggen wat er dan slecht is aan de rest. En ja, mocht ik dat ooit op die manier kunnen, dat zou ik wel fijn vinden. Ja. Ja. Wat zijn uw politieke interesses? Ik werk bij Thomas Moor. Ik ben daar verantwoordelijk voor ondernemerschap, jong ondernemerschap, hè, want we werken vooral met studenten. En die 2 zijn eigenlijk echt wel de 2 poten waarvoor dat ik mij ook politiek wil engageren. Ik denk dat daar het verschil kan gemaakt worden. Jongeren die hun nek uitsteken, die het verschil willen maken.
Dat kan zijn door succesvol ondernemer te worden, maar zeker ook door impact te willen creëren. Dus ik denk dat wij zowel op niveau van het onderwijs een aantal dingen moeten doen die dat meer mogelijk maken, die talenten van die jongeren bovenbrengen. Ik denk ook wel dat we dat ondernemerschap en dat oprichten van bedrijven met impact, maar duurzaam, dat we dat meer kansen moeten geven en dat we eigenlijk ons beleid daar heel hard moeten oprichten. En ik heb een onwaarschijnlijk hart voor sport. Ik geloof heel hard in de kracht van wat dat beweging kan doen, samen spelen en sporten kan doen. Dus dat zijn zo wat pijlers waar dat ik een samenleving op gebouwd zie en waar dat ik zeker zelf wil aan werken. Ja. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik vind het jammer. Ik zou eigenlijk graag hebben dat het engagement dat ik bij heel veel collega's gezien heb al tot hiertoe en vanuit alle partijen, dat is echt geen unicum voor CD&V, dat heel sterke engagement van die mensen, waarom dat die ooit in de politiek zijn gekomen, dat er harder naar buiten moet komen op het moment dat er ook politieke verantwoordelijkheid wordt genomen. Ik heb soms het gevoel, en dat is een brede kritiek die ik heb, dat dan de politieke onderhandelingen en het spel de bovenhand neemt op de authenticiteit waarom dat mensen mee hebben willen bouwen aan de samenleving. En ze vergeten dan eigenlijk te kijken wat dat er gedeelde ambities zijn en daarop te bouwen. En je krijgt dan vooral iets van, nu moet jij iets en dan kan ik iets. Allee, minstens die perceptie leeft bij mij, want ik ben nog niet zo heel lang in de politiek, maar dat is niet goed. En dat heeft volgens mij te maken met dat wij te veel dat authentieke engagement terug verstoppen. Ik ben echt oprecht geëngageerd toen ik 2 jaar geleden daarin stapte. Ik wil echt bouwen aan Lier, aan Vlaanderen, aan Europa. En ik hoop echt, ik heb tegen mijn vrouw gezegd, een dag dat er niet meer in zit, dan moeten ze zeggen dat ik stop. Dat is cruciaal. En ik denk dat wij dat allemaal moeten doen. En dat is een beetje een systeemfout, denk ik. En ik denk dat dat ook is vandaag waarom dat de geloofwaardigheid onder druk staat. Want ik ben zeker dat in Lier, bij de lokale verkiezingen, 8 lijsten, allemaal met 33 mensen op. Een overgrote meerderheid van die mensen heeft een warm hart voor die stad, wil bouwen aan die samenleving. Ja, en op een bepaald moment gaat dat toch bij sommigen verloren. En dat is... ja, dat is iets verkeerd. Ik weet nog niet precies waaraan dat aan ligt, maar ja, dat zou moeten veranderen. Ja. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ja, ik heb 2 voorwerpen bij om het duidelijk te maken. Ik heb eigenlijk mijn reispaspoort bij, maar ik ben vorig jaar naar de Rode Duivels gaan kijken. En ik heb daar dus een speciaal visum voor moeten hebben om Rusland binnen te geraken. En dat was een fenomenale betekenis. Ik verwijs ook naar mijn hart voor sport in de brede betekenis van het woord. Maar wat dat... op dat moment, de doelstelling van mijn reis was eigenlijk veel breder. Ik ben gaan lesgeven aan een Russische universiteit en ik heb dat de voorbije jaren een paar keer kunnen doen. En wij zijn eigenlijk lessen rond ondernemerschap gaan geven bij de jongeren. En ik heb daar eigenlijk 3 poten waar ik heel hard in geloof, namelijk internationaal denken en leren van elkaar en dan rond ondernemerschap met jongeren bezig zijn. Ja, dat spreekt heel hard voor mijn overtuiging. Dat symboliseert heel hard waarvoor ik wil gaan. En ik heb dat toen heel hard gevoeld. Dat was eigenlijk, we moeten zeggen, dat wij waren maar 5 dagen weg. En dat was een beetje een ervaring die heel tekenend is voor hoe dat onze maatschappij moet zijn. Samen dingen doen, plezier maken, van sport genieten en een aantal lefbomen creëren bij jonge mensen, zodat ze hun talenten boven kunnen krijgen. En daarom dacht ik dat mij wel kon symboliseren.